hersenen als zodanig eigenlijk de interactie tussen die ploegen van akoestische muziek en computer sturen. Eigenlijk door woning te wisselen, ja. Zou ik maar even zeggen, dus door tussen bepaalde plaatsen te bewegen, ontstaat die intuïtie. Ja, precies. Moet jij nog meer uitleggen? Nou, we hebben eigenlijk twee versies en we willen beginnen met de kleinste versie, de versie voor vier spelers. En raad ze wie de spelers zijn. En daarna hebben we nog een speler met iedereen en een tikker. Maar we beginnen met de kleine versie. De beginpositie van het spel is als we op twee spelers bij de tafel staan en twee spelers hier bij de zesvoer. Dat is niet zo. Nou, dat is het beste kader.
als je het kunstje helemaal kent, zou ik maar zeggen dat het dan een heel goede kunstje is. Zijn er nog een gedachte die je hebt? Ik vind het wel de ervaring dat je zelf als het ware in een soort dansachtige situatie muziek maakt, is wel heel erg, is ook leuk. Daar kom je wel echt in. Dus dat is wel echt een fysieke ervaring van. Ja, dat is wel Je wil even allemaal gestaan hebben. Ja. En dan wat doet het als je daar met z'n allen of overal iemand moet staan? En dan moet je het regisseren van elkaar. Ja, oké. Dat vond ik het eerst aan de leiding. Ja, eigenlijk denk je van, ga weg daar. Gaan we naar situatie 2. Ik hou de voortgang bij. Met een voortgang slider. Je kent het allemaal van YouTube wel. Daarmee kun je ook nog terugspoelen. Dus aan jullie de keuze. Daar houden we het bij. Ik kan het nog heel erg zien bij. Jij hoeft ermee dat je dat voortgang. Ja, dat is inderdaad een eigen schaal. Duw hem vooruit. Dus er is op één moment, enig moment, Sander, als ik het goed begrijp, is er een mogelijkheid dat iemand zegt, dit is de interventie dat de klok terugzet. Ja, ik bepaal dat niet af. Nee, jij bent slider. Het is een interventie. Ja. Wie neemt ons mee in de tweede, ik geloof dat het mijn wet werk is. Ja, dit is het helemaal niet. Nee, maar die dat niet op. Has three movements, and we play the last, which is not a minuet, but